Goedenavond allemaal en welkom bij het VectorVest Journaal, het Nederlandstalig webinar van VectorVest. Het is vandaag zondag 26 mei. Mijn naam is Tom van Ooyen. We gaan meteen van start met het programma voor vanavond te overlopen. In het VectorVest Journaal bespreken we eerst en vooral al onze market timing indicatoren en signalen. We vergelijken de situatie in USA met die van Europa. Verder bespreken we uitgebreid een groeibedrijf uit de softwaresector. Overname. Afgelopen maand werd een bedrijf overgenomen met een premie van 40%. Dit bedrijf bespraken we voor het eerst in de lente-zomer van 2017. Over welk bedrijf gaat het? Is het verhaal hiermee afgelopen en is het een fair bod? We hebben het over de spin-off bij een Europees bedrijf en de gevolgen in VectorVest. En hoe staat dit bedrijf in VectorVest? En dan nog allerlei nieuwtjes over aandelen die er in het verleden aan bod zijn gekomen. Zo hebben we de kwartaalresultaten van Globant, een aandeel dat we vorige maand in het vorige VectorVest-journaal, dat was op 28 april, besproken hebben. Dat aandeel is sindsdien met 7,7% gestegen, terwijl de Nasdaq in dezelfde periode met 6,7% is gedaald. We bekijken dan ook naar de resultaten. Eergisteren, vrijdag, lekte de fusieplannen van een hoog relative safety aandeel uit. Een aandeel dat u misschien wel in portefeuille heeft. En tot slot krijgt u ook een voorproefje van de strategie van de maand, die we tijdens de workshops van juni gaan bespreken. Het betreft een strategie in USA sinds 1996. Als alles goed loopt, dan is het einde voorzien omstreeks ergens tussen 9:45 en 10:00. Goed, het herkennen van de richting van de markt, dat is het allerbelangrijkste dat u als belegger moet kunnen. VectorVest heeft een aantal eigen indicatoren die helpen om de marktrichting te herkennen. Deze eigen indicatoren zijn de VectorVest Composite Price, de Relative Timing, de Buy-to-Sell Ratio, de MTI en de Confirmed Calls. Zo dadelijk bespreken we deze indicatoren. Onze Market Timing Gauge noteert momenteel 3 tikken in het geel. Op dit ogenblik is onze Color Guard neutraal. VectorVest raadt aan om vandaag geen aandelen te kopen. De Market Timing Gauge wordt bepaald door naar de bovenste rij van de Color Guard te kijken. We zien 3 gele lichten na de laatste handelsdag, vandaar dat de Market Timing Gauge 3 tikken in het geel noteert. De Color Guard analyseert de trends van 3 van onze componenten uit het Market Timing systeem. Bij VectorVest at a glance ziet u dat er in de database Europa 1996 aandelen genoteerd zijn. Ieder aandeel krijgt, iedere dag opnieuw, een aanbeveling. Kopen, verkopen of bijhouden. Belangrijk om te weten is dat landen die in euro betalen in deze database zitten. U ziet de grote indexen van deze landen hier linksbovenaan in de quicklist. Naast de 10 grote indexen hebben we ook de VectorVest Composite. Dit is onze eigen index. De prijs van de VectorVest Composite wordt ook wel de VVC genoemd. Deze prijs is het rekenkundig gemiddelde van alle aandelen uit de database. De VVC geeft de algemene richting van de markt weer. En de koers van de VVC noteert vandaag €68,71. De slotkoers van de Composite Price kan u ook in de eerste kolom van de Color Guard terugvinden. En de kleur is geel. We kennen kleuren toe aan 3 kolommen, namelijk de VectorVest Composite Price, de Relative Timing en de Buy-to-Sell Ratio. Wat u goed moet onthouden is hoe dat we die kleuren toewijzen. We krijgen een gele kleur als iets hoger is dan gisteren en lager is dan 5 dagen geleden. We krijgen een rode kleur als iets lager is dan gisteren en ook lager is dan 5 dagen geleden. En als het gemengd is, bijvoorbeeld hoger dan gisteren en lager dan 5 dagen geleden, dan is de kleur geel. Op dezelfde manier worden kleuren toegekend aan de kolommen Relative Timing en Buy-to-Sell Ratio. De VectorVest Composite Price sloot vrijdag 24 mei af op €68,71. Hetgeen hoger is dan de vorige handelsdag, maar lager is dan 5 handelsdagen geleden. Vandaar een gele kleur. Het momentum van de markt wordt weergegeven door de volgende kolom, RT. Dit staat voor Relative Timing. De RT is de korte termijntrend van de VVC en ze noteert op een schaal van 0 tot 2. Boven de 1 is gunstig, onder de 1 is zwak. RT vandaag 0,97. En we zien dat de RT gestegen is ten opzichte van de vorige handelsdag, maar lager is ten opzichte van 5 handelsdagen geleden. Vandaar een gele kleur.
De volgende kolom, daar zien we de buy-sell ratio. BSR staat dus voor buy-to-sell ratio. Dit vergelijkt het aantal aandelen met een buy ten opzichte van het aantal aandelen met een sell. Van de 1996 aandelen in de Europese database hebben er momenteel 123 een kopen aanbeveling en 406 een verkopen aanbeveling. Dit geeft een buy-sell ratio van 0,30. De verhouding van het aantal buys ten opzichte van het aantal sells is belangrijk om te bepalen of we al dan niet in een gezonde markt zitten. Als de buy-to-sell ratio onder de 1 noteert, dat betekent dit dat de markten zwak presteren. In een gezonde markt noteert de buy-sell ratio immers hoger dan 1. We zien hier dat de buy-to-sell ratio hoger is gegaan ten opzichte van de vorige handelsdag, maar wel lager staat dan 5 handelsdagen geleden. Vandaar ook hier een gele kleur. De buy-to-sell ratio, zoals ik steeds zeg, is heel interessant bij uitersten. Als de buy-to-sell ratio 0,20 noteert, dan zijn de markten oversold. Als de buy-to-sell ratio 0,10 noteert, dan zoekt de markt vaak naar een bodem. Met de nadruk op zoeken, want we zien dat bij zeer harde dalingen op korte termijn, zoals we dus in het najaar van 2018 hebben meegemaakt, de buy-to-sell ratio echt nog lager kan. Anderzijds, als de buy-sell ratio 8 noteert of hoger, dan zijn de markten echt overgekocht. Dat betekent dat er 8 keer zoveel aandelen als op buy staan als op sell. Bijna altijd wordt dit gevolgd door consolidatie en meestal ook door daling. Ruim een jaar geleden, op 23 januari 2018, noteerde de buy-to-sell ratio in Europa voor het laatst boven de 8. 3 weken later stonden de Europese beurzen 8% lager, de Amerikaanse zelfs 10% lager. Volgende kolom zien we de MTI. MTI staat voor Market Timing Indicator. Het meet een combinatie van de VectorVest Composite Price, de Relative Timing en de Buy-to-Sell Ratio en het zet dit om in één allesomvattende indicator. MTI meet de onderliggende trend van de markt. Ze noteert op een schaal van 0 tot 2 en vandaag noteert ze aan 0,92. Ook hier zijn de uitersten interessant. Weet dat als de MTI rond de 1,55 à 1,60 noteert, dat de markten vaak topvorming vertonen. En dit gevolgd wordt een zijdelingse beweging vaak ook door een al dan niet tijdelijke daling van de markt. MTI vorig jaar op 23 januari in USA, 1,59, en 3 weken later noteerde de Amerikaanse beurzen dus 10% lager. Als de MTI daarentegen rond de 0,60 noteert, zoeken de markten meestal naar een bodem. Zo dadelijk bekijken we de grafiek met de VectorVest Composite Price, de Relative Timing, de Buy-to-Sell Ratio en de MTI. Het is belangrijk dat u als belegger de trend van de markt herkent. U ziet hier, de trendkolom bestaat uit 2 delen. Momenteel geeft ze down-down weer. Het eerste gedeelte van de trendkolom is de Primary Wave. Dit is het snelste signaal dat we geven. De Primary Wave vergelijkt de VectorVest Composite van vandaag met die van 5 handelsdagen geleden. Als de prijs van de VectorVest Composite Price vandaag lager is dan 5 dagen geleden, en u ziet dat is nu het geval, dan is de Primary Wave down. Het eerste gedeelte van de Primary Wave van de trendkolom dus. Het eerste gedeelte van de trendkolom is dus down. Het tweede gedeelte van de trendkolom kijkt gewoon naar die MTI. Als de MTI boven de 1 is, dan staat er in het tweede gedeelte van de trendkolom up. Maar vandaag hebben we een MTI van 0,92. Dat maakt dat het tweede gedeelte van de trendkolom down weergeeft. We hebben dus een down-down situatie. De laatste kolom hebben we onze confirmed calls. Ofwel een confirmed call up, ofwel een confirmed call down. Onze meest conservatieve, onze meest trage indicatoren. Het laatste signaal dat we geven om in de markt te stappen of om te stoppen met het kopen van aandelen. Wat is de situatie in Europa? Wel, op 18 januari dit jaar kregen we dus een confirmed call up. Het moment dat wij zeggen tegen onze abonnees dat ze in de markt mogen stappen. Echter, op donderdag 9 mei, hier op deze dag, kregen we terug een confirmed call down. Hoe verkregen we die confirmed call down op 9 mei? Wel, er moest aan 2 voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde, de VectorVest Composite Price, die moest lager gaan over 2 keer 5 opeenvolgende dagen.
Wat er tussen gebeurt is van geen belang. Concreet, donderdag 9 mei was lager dan donderdag 2 mei en donderdag 2 mei was op haar beurt lager dan donderdag 25 april. Hoe kunnen ze zoiets makkelijk in één oogopslag zien? Kijk gewoon naar het eerste gedeelte van de trendkolom, de primary wave. Als hier down staat, dan weet u sowieso dat we vandaag lager zijn dan 5 dagen geleden. De tweede voorwaarde voor een confirmed call down is die buy-to-sell ratio. Die moest lager zijn dan 1. De buy-to-sell ratio eindigde op donderdag 9 mei op 0,47. Aan die tweede voorwaarde werd dus ook voldaan. En sindsdien, dat ziet u hier, zitten we dus nog steeds in een confirmed call down. Koop nooit aandelen tijdens een confirmed call down. U kan nooit weten of dit een beperkte daling wordt, een correctie van 10% of een zware berenmarkt van meer dan 20%. Stel dat u zich afvraagt wanneer krijgen we een confirmed call op, wel net het omgekeerde dus. 2 keer 5 opeenvolgende dagen stijging en een buy-to-sell ratio boven de 1. Nu, daar zijn we nog een serieus stukje van verwijderd. Hoe kun je de eerste positieve signalen bij een eventuele trendommekeer zien? Wel, die eerste positieve signalen die zullen zijn als u de eerste groene lichten ziet opduiken in de VectorVest Composite, maar beter nog, groene lichten met een ster. U ziet hier rode lichten met een ster. Dat betekent dat de daling op deze dagen wordt bevestigd door afnemend momentum. Dit is het momentum. We vergelijken het korte termijn momentum met het middellange termijn momentum. Als we een daling hebben waarbij het momentum afneemt op korte termijn, dan hebben we hier een rood vakje met een ster. Dus als u zich afvraagt wanneer gaat de trend van de markt keren, kijk eerst uit naar groene vakjes in de VectorVest Composite Price, maar kijk vooral uit naar groene vakjes met sterretjes. Nou, wat nog uitkijken als dat momentum hier boven de 1 gaat. Als die buy-to-sell ratio boven de 1 gaat. Als de MTI boven de 1 gaat. Als u hier in de primary wave, het eerste gedeelte van de trendkolom, allemaal ups ziet verschijnen. Op die moment zouden dat de eerste signalen kunnen zijn van een trendommekeer. Waar kan u alle regels voor de CollarGuard raadplegen? Ga gewoon naar de views. Hier achteraan. Klik op Special Reports en klik dan hier op CollarGuard. Kan u afprinten, kan u bewaren. Keer op keer herhaal ik deze informatie. Waarom? Omdat het zo belangrijk is dat u de CollarGuard helemaal begrijpt. En vooral dat u zelf dus kan zien wanneer er een mogelijkheid is dat we een ander confirmed call signaal krijgen. Voor alle duidelijkheid, VectorVest voorspelt de markt niet. Dat kan volgens mij niemand. Wij dus ook niet. We geven enkel de trend weer. Goed, we gaan al deze informaties op een grafiek bekijken. Dus we gaan naar het tablet Graph. En hier linksbovenaan kies ik in het drop-down menu voor Market Timing. En rechtsbovenaan bij Graph Layout kies ik voor VectorVest MTI Layout. Wat zien we hier? De VectorVest Composite Price in candlesticks. Een 65-daags SMA van de VectorVest Composite Price. En onderaan de MTI, de buy-to-sell ratio en de relative timing. Die ga ik dus eerst uitvinken. Dat doen we hier, zo, dan verdwijnen die. Goed. Ik ga de grafiek op 6 maanden zetten. Dat doet u door hier op dit knopje te klikken. Oké. Okay. We zien dat de bodem intraday werd neergezet hier op 28 december. Sindsdien hebben we eerst een forse rally naar boven meegemaakt. We hebben gezien dit dalend 65-daags SMA, dat begon te stabiliseren midden januari, is dan beginnen stijgen. Nu, de piek van de VectorVest Composite, dat ziet u hier, dat was op 24 april. Wat zagen we? Dat op 13 mei is voor het eerst sinds lange tijd onze VectorVest Composite gedaald onder het 65-daags SMA. Ook vandaag is dat dus nog het geval. Gaan we eens naar de MTI kijken.
MTI staat hier op 0,92. Bij de bodem van die zware correctie afgelopen winter, hè, met als bodem in Europa, 28 december, dan zagen we toen een MTI van hier 0,65. Weet dus dat wij altijd zeggen, een MTI van 0,60 vaak zoekt de markt naar een bodem. Maar, weet ook wat we zeggen, hou het altijd in het achterhoofd, een MTI van 1,55 à 1,60 betekent vaak topvorming. Het betekent niet dat de stijging sowieso ten einde is, maar consolidatie of daling is aannemelijk, waarna de stijging eigenlijk terug kan eventueel plaatsvinden. Wat hebben we gezien? De MTI is wel tot 1,55, zelfs iets hoger gegaan, hier 1,57, is nergens tot 1,60 gegaan. De markten die zijn hier nog een fractie hoger gegaan. Dat ziet u hier. Toen was de MTI lichtjes afgenomen, al tot 1,54. En dat was de piek van de markten. Sindsdien zijn de markten lager gegaan en u ziet ook, de MTI is helemaal in elkaar geklapt. Vandaag een niveau van 0,92. Kijken we naar de relative timing. Dan zagen we in het vorige journaal, als ik hier terug een lijn trek, dat doet u trouwens door hier te klikken op freehand line, kan u lijnen trekken. Als u een lijn heeft getrokken, rechtermuisknop, stijl, kan u die lijn dikker maken. En voilà. U ziet dat we hier eigenlijk een beetje een negatieve divergentie hadden. De markten stijgen. En het momentum was heel... RT was lichtjes al aan het dalen. Okay. Vandaag zit het momentum op 0,97. Als u zich afvraagt hoe doet u dat weg, u gaat er gewoon op staan. Rechtermuisknop en delete. Tot slot de buy-to-sell ratio. Die staat vandaag 0,30. Dat is al best laag. Dus een buy-sell ratio 0,20 zijn de markten oversold. De low van deze week was een buy-sell ratio van 0,24. Dan gaan we tot slot even Europa vergelijken met USA. Europa staat links, USA staat rechts. Was wel opmerkelijk dat we op 18 januari eerder dit jaar zowel voor Europa als USA een confirmed call up signaal kregen. Daardoor dachten sommige abonnees dat we dus één marktsignaal hebben voor beide databases, maar dat is dus niet het geval. Hebben we deze keer ook gezien. Europa kreeg een confirmed call down op 9 mei, terwijl in USA gebeurde dat één dag eerder, namelijk op woensdag 8 mei. Dat was in Lumme, zaten we toen voor een workshop. We hebben daar real-time koersen op staan, openstaan. En dan zagen we het laatste half uur dat dus er echt een confirmed call-down toen in de maak zat. Goed. Nu, één maand geleden zagen we al, en één maand geleden... ik kan hier maar teruggaan tot 9 mei. Maar een maand geleden, dus eigenlijk bij het vorige Vectorvisionaal, dat was vrijdag... Enfin, dat was met de slotkoersen van vrijdag 26 april. Toen hadden we nog een confirmed call up. Maar het momentum was toen al teruggevallen. De RT dus, het momentum, het korte termijn momentum, was toen één maand geleden al teruggevallen tot onder de 1. Hetgeen betekent dus dat het momentum toen, 26 april, al negatief was. Ook vandaag ligt USA er nog zwakker bij dan Europa. We zien hier in USA een relative timing van 0,90. In Europa... 0,97. Ook de MTI is in USA aanzienlijk lager. Een MTI van 0,74. In Europa een MTI van 0,92. Dus het momentum is veel zwakker in USA. Of, u zou je natuurlijk ook kunnen afvragen, of we in USA al niet dichter bij een bodem zitten dan in Europa. Goed, nu dat we een aantal van onze eigen indicatoren hebben bekeken, gaan we nog heel snel eens kijken naar onze marktsignalen. Dus ik zit terug in Europa. Onderaan in het drop-down menu kies ik voor de confirmed calls. Groene driehoek, confirmed call up. Rode driehoek, confirmed call down. Dat is nu een klein beetje
eerder terug ga, ik heb een jaar geleden. Vorig jaar kregen we op 25 juni een confirmed call down. Dit bedoel ik altijd met koop nooit tijdens een confirmed call down. Als het een vals signaal is, geen probleem. Maar als het een echt signaal is, u wilt toch niet dat u hier gaat liggen bijkopen. Of hier, etc. etc. Als u deze regel dus had gevolgd, dan heeft u hier tussen juni en januari geen enkel Europees aandeel gekocht. En als u dat gedaan heeft, dan heeft u zich toch in het najaar redelijk wat miserie bespaard. We kregen dan een 18 januari een confirmed call-up, gevolgd door een fraaie rally. Maar sinds 9 mei zitten we dus terug in een confirmed call-down. Bij graph layout kies ik even nog voor de Pro Trader Timing DEW, om zo de markt te bekijken vanuit een technisch standpunt. Ik zet de markt op 6 maanden. En wat zien we dan hier? Ik ga even een dateline gebruiken. Hoe doen we dat? In het drop-down menu kies ik voor dateline. Dat heeft als voordeel dat u een lijn kan zetten hier op de dag van dit DEW down signaal en dat ik toch met mijn muis kan bewegen. DEW, waarvoor staat dat? De D van DPO of Detrended Price Oscillator. Dat is een oscillator en dit is een neutrale nulgrens. De E staat voor die upper en lower envelopes. Dat is de range waartussen de Vectorvest Composite beweegt. En de W tot slot, dat is het 30-daags Weighted Moving Average. We kregen hier dus op 9 mei een DEW down signaal. Twee voorwaarden werd er voldaan. Onze Vectorvest Composite, 69,15, was lager dan het 30-daags Weighted Moving Average, 70,70. Dat ziet u ook hier heel duidelijk. En de tweede voorwaarde is de DPO belanden in negatief territorium. Als er aan die twee voorwaarden voldaan wordt, dan krijgen we een DEW down signaal. En tot zover al onze market timing signalen en indicatoren. Dan gaan we naar het volgende punt. Dat is de voorstelling van een groeibedrijf. ServiceNow. ServiceNow is een leverancier van cloud-gebaseerde services voor het automatiseren van IT-activiteiten. Het aanbod van ServiceNow omvat een reeks applicaties die zijn gebouwd op zijn platform dat de workflow automatiseert en gerelateerde bedrijfsprocessen integreert. Wat doet ServiceNow? Wel allerlei. Transformeer de IT-beleving. Het biedt een next-generation werknemersbeleving. Maakt klanten blij door complexe end-to-end op te lossen. Door complexe problemen end-to-end op te lossen. Antwoord sneller op security-incidenten, zwakke plekken en risico's. Levert bedrijfsservices van hoge kwaliteit met zichtbaarheid en IEOPS. Bouw van snel enterprise workflows apps. ServiceNow werd opgericht in 2004. De hoofdzetel bevindt zich in Californië. Het bedrijf telt ruim 8600 werknemers en zit in Vectorvest bij de technology sector. De CEO heet John Donahoe en het bedrijf had vorig jaar een omzet van $2,8 biljoen. Er is ook een Nederlandstalige website. Die kan ik misschien heel even laten zien. www.servicenow.nl. En dan viel er mij natuurlijk één iets direct op. Eén, het is wel handig, hè? Zo'n bedrijf een Nederlandstalige website heeft. Anderzijds moet u er wel de DT-fouten bij nemen. Wordt verbonden. Dat is volgens mij nog altijd met een D. Dit geheel terzijde natuurlijk. Als u in Google, dan moet u zeker eens doen, de termen computable.be en ServiceNow ingeeft, dan vindt u een interessant artikel over Snow Software. ServiceNow makes work better for people. Transform old manual ways of working into modern digital workflows so employees and customers get what they needed, when they need it, fast, simple, easy. When people work better, business works better.
Meer dan 5400 bedrijven maken gebruik van ServiceNow om hun digitale transformatie op punt te zetten. Wie zijn een aantal van hun klanten? Wel, enkele bekende namen zijn Siemens, Allianz, Raymond James, Vodafone, Malaysia Airlines, etc. 75% van de klanten van ServiceNow zijn lid van de Fortune 500, de lijst van 500 Amerikaanse bedrijven die gesorteerd worden op hun omzet. De volgende slide, deze dus, die is niet echt leesbaar, dus ik zou zeggen, even luisteren dan maar. Snow Software vereenvoudigt implementatie ServiceNow. Snow Software, specialist op het gebied van Software Asset Management, introduceert de nieuwe oplossing Snow for ServiceNow. Hiermee kunnen organisaties optimaal gebruik maken van de productencatalogus, servicecatalogus en CMDB-functies in de populaire IT Service Management oplossing. Met Snow voor ServiceNow kunnen organisaties sneller ServiceNow implementeren en dat verlaagt de hoge kosten voor consultancy. Door de CMDB van ServiceNow automatisch aan te vullen met accurate gegevens over hardwareconfiguratie en softwareinventarisatie, besparen organisaties honderden uren aan handmatige configuratie en installatietijd. Dan gaan we eens kijken wat analisten zoal over het aandeel zeggen. 28 analisten op Wall Street hebben koersdoelen voor ServiceNow in de laatste 12 maanden aangepast. Het gemiddelde koersdoel is $267, waarmee ze suggereren dat het aandeel een neutrale aanbeveling verdient, want de koers vandaag $268. Het hoogste koersdoel voor Now is $305. Het laagste koersdoel is $199. Maar wat boeit ons natuurlijk het meest? Wel, dat is wat Vectorvest natuurlijk te zeggen heeft over ServiceNow. Dus we gaan eens kijken in Vectorvest USA. Bij de viewers gaan we naar Stockviewer. En de ticker is Now. Slotkoersen van de 24 mei, dat klopt. Dan zien we dat de koers $268 is. Oei, hoor ik u al denken, een value van $82. En toch, ik zeg altijd, kijk eerder naar de relative value dan naar de value. Toch is de relative value het lange termijn koerspotentieel positief met een RV van 1,20. Nu, natuurlijk, puur qua waardering staat het aandeel heel duur. Een price earning van 88, dat is niet voor iedere belegger weggelegd. Verwachte winstgroei is 35%. Dat maakt natuurlijk dat dit soort aandelen duur gewaardeerd zijn. Kijken we naar de grafiek. Dan zien we dat 1 jaar geleden de koers hier $176 was. Even een dateline zetten, dat zien we hier. Dus koers van $175. En toen was de RV, het lange termijn koerspotentieel, 1,47. En dat is terecht. Dat is terecht. Mooi lange termijn koerspotentieel een jaar geleden aan 175. Het aandeel stond toch ook op buy. En wat zien we? Het aandeel is gestegen van 175 naar $268. De relative value is nog steeds op een mooi niveau, 1,20, maar is wel aanzienlijk gedaald. Het aandeel is natuurlijk ook al ondertussen sterk gestegen, maar toch nog steeds een mooi lange termijn koerspotentieel. Kijken we naar de grafiek op 2 jaar. Ongeveer, maakt nu niet uit. Ja. Juist 2 jaar. Kijken we naar de grafiek op 2 jaar, dan zien we de relative value hier uitbreken van 1,20 naar 1,45. Ook hier was dit een heel mooi moment aan koersen van $110. Een heel mooi moment dus om het aandeel in te stappen. Goed, ik zet terug even mijn grafiek op 1 jaar. En mensen die zeggen, ik stap vandaag niet in, want een price earning van 88, dat is mij toch iets te duur. Wel, u heeft daar een punt.
Anderzijds kan ik dat counteren. Jaren geleden hadden we een paarseuning van 84. En het aandeel is dus gestegen van 175 naar $268. De winst stijgt dus even hard als de koers. Alleen als we naar de EPS kijken, dan ziet u dat de EPS vlak loopt sinds januari. U weet dat de verwachte winst per aandeel is de 12-month leading EPS. Sinds januari loopt deze dus vlak. Ze stijgt niet meer, dus toch misschien om op te volgen. Goed, tot zover zou ik zeggen ServiceNow. Dit zijn nog allerlei andere koersdoelen. Maar we gaan naar het volgende punt. En dan wil ik het met u graag hebben over het bedrijf Control4. Bij trouwe kijkers van het journaal zou dit een belletje moeten doen rinkelen. Control4 biedt systemen aan om op afstand allerlei technische snufjes in huis te kunnen bedienen. Dat kan gaan van het op afstand of automatisch opzetten van de verlichting of verwarming, tot het bekijken van beveiligingscamera's, het bedienen van slimme toestellen, etc. De prijzen voor de cloudoplossing van hun controle- en automatisatiesystemen starten vanaf $1000 en kunnen oplopen tot $50.000. Dat duurste segment is natuurlijk het meest lucratieve voor Control4. Control4 mikt dan ook volop op de groei in de markt van de rijke Amerikanen, waar de marktpenetratie nog maar 1,5% bedraagt. Genoeg groei in het verschiet dus. Het bedrijf is ontstaan in 2003, de hoofdzetel is gelegen in Salt Lake City. Toch is het bedrijf niet alleen actief in USA, ook in Australië, Canada, China, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet die bedroeg vorig jaar $272 miljoen. Op donderdag 9 mei, ik ging net alles klaarzetten voor de workshop in Sint-Katelijne-Waver, had Control4 voor beurs resultaten gerapporteerd. En ik zag ze meteen bij beursopening 40% stijgen. Dat kon niet zijn van de resultaten op zich, maar wel inderdaad van een overnamebod. Snap AV, dat niet beursgenoteerd is, van wie de hoofdzetel zich in North Carolina bevindt, heeft $680 miljoen over voor de overname van sectorgenoot Control4. De overname gebeurt dus logischerwijze volledig cash. De koers van Control4 steeg meteen met 40%. Is het verhaal hiermee ten einde? Wel niet noodzakelijk. Het management van Control4 heeft 30 dagen om elders op de markt te zoeken achter andere geïnteresseerden die misschien een hoger bod zouden opbieden. Excuseer. Nu, het verhaal is nog niet ten einde. Daar, 1 week later, op 15 mei, volgend bericht verscheen. Wyslau LPP onderzoekt of het management van Control4 wel fair heeft gehandeld bij het overnamebod van Snap AV. Werden de belangen van de aandeelhouders wel verdedigd? Werd er een maximale aandeelhouderswaarde gecreëerd? Ik durf het eerlijk gezegd te betwijfelen. De koers was rond de $17. Na het overnamebod werd de koers gevormd op $24. Vectorvest plakt vandaag een value van $30 op het aandeel. Gaan we naar de stockviewer. Gaan we test 1, 2. Ja, oké. Okay. Gaan we naar de stockviewer en ik ga naar... even kijken. 8 mei. Dat is de dag voor het overnamebod. En we geven Control4 dan in. Dus hier, CTRL is de ticker. Wat zien we dan? Een verwachte winstgroei van 23%. Met een price earning van amper 11. Wat toch wel heel laag is voor een groeibedrijf. Gaan we kijken naar de grafiek. En ik ga de grafiek even een beetje uittrekken van
Januari 2017. Oké. Van januari 2017 tot nu. Ik ga de value erbij zetten. U ziet dat het aandeel op een paar tijdsperiodes na, het aandeel is bijna altijd ondergewaardeerd. Door de zware daling in het najaar van die marktcorrectie, de pieken van de markt was op 2 oktober voor de Dow, zijn we heel hard onderuit gegaan. Control4 heeft ook een geweldige patat gekregen hier. Was die onderwaardering serieus opgelopen. Zelfs met de overnamepremie van 40% blijft Control4 ondergewaardeerd. Nu denkt u misschien, nou dat is leuk, maar de overname is gebeurd, wat heb ik eraan? Wel, dit aandeel werd in de lente, de zomer van 2017, hier ergens, werd het voor het eerst, wacht, dit is mei, juni, juli, het zal hier ongeveer ergens geweest zijn, heb ik het voor u voor het eerst voorgesteld in een VectorVest-journaal. Als u toen gevolgd bent en u heeft de stoploss telkens gerespecteerd, heeft u 2 keer een heel mooie rit gemaakt. Van hier tot hier. Dan is het hier op sell gesprongen. Serieuze daling. Maar dan dit hier. Het belang hier trouwens eerst en vooral, wat is die value afzetten? Het belang van een sell nooit te negeren, serieuze klap naar beneden. En die gap hier van 4 mei, deze gap, dat was op kwartaalresultaten. Ook toen volgde, kort daarna sprong het aandeel op buy, volgde een mooie rally van $3,24 tot hier net geen $38. Dollar. U ziet bovenaan ook voortdurend buy, hold, buy, hold. En dan keerde de trend, en als het bij Control4 de trend keert, dan kan het heel snel gaan. Dus ook hier kregen we een sell ergens. En we zijn aanzienlijk lager gegaan. Als u hier niet had verkocht dan $2,33, we zijn gegaan tot ongeveer $16. Nu, misschien heeft u. Nu inzoom terug op de laatste 6 maanden. Misschien heeft u het aandeel, dit is de confirmed call op, maar dan stond het nog op sell. Maar misschien heeft u het in april wel teruggekocht toen het hier op buy stond. Tot slot stond het een zwaar ondergewaardeerd met een hoge RV. Ik heb het ook in het verleden voorgesteld. Wat een nadeel was, de safety is nooit super geweest, zeg maar zwak. Dus niet zonder risico en niet voor het veilige kwaliteitsgedeelte van uw portefeuille. Maar wel, ik heb het altijd een heel boeiend bedrijf gevonden. Daarmee dat ik het eigenlijk wat spijtig vind dat het van de beurs zal verdwijnen. Omdat ze een heel mooi product hebben. Dat is alleen een zwakke safety. Maar het is dus ja, toch een paar keer ter sprake gekomen hier in de webcasts. Ik mag hopen dat u het hier in april in portefeuille heeft genomen. Persoonlijk heb ik een beetje geluk gehad met het aandeel dus hier in de lente terug in portefeuille te nemen. En dat bedoel ik als uw portefeuille het toelaat. Als je de mogelijkheid van zoveel mogelijk te spreiden, doe het. Steek alstublieft niet al uw geld in 4 aandelen. Maar als je de mogelijkheid hebt voor dat 20 aandelen te gaan, dat is echt wel. Ja, geen must natuurlijk, want het moet natuurlijk financieel, dat is voor iedere persoon verschillend. Maar als je de keuze hebt voor 40, 50 aandelen, dat is het leuke. Als je een portefeuille hebt van 50 aandelen, dat je dan hier en daar is iets kunt insteken, een gokje. Sommigen doen dat met wheat, anderen doen dat met biotech. Ieder moet dat voor zich uitmaken. Dit zijn geen kwaliteitsaandelen, maar het zijn boeiende bedrijven. En ik vind door dan een positie daarin te nemen, dan blijft je dat bedrijf natuurlijk nog wel. Beter opvolgen. De bedrijven die ik de afgelopen maanden hier heb voorgesteld in mijn journaals, de Mercado Libre, die heb ik eind maart voorgesteld. Moet eens kijken wat dat die sindsdien heeft gedaan. De Amazon van Latijns-Amerika, dat is ook geen kwaliteitsbedrijf, maar dat zou wel eens een heel interessant bedrijf kunnen zijn om binnen een paar jaar nog eens te bekijken waar staan we toen, enfin, waar staan we op die moment en waar bent u misschien
in 2019 ingestapt. Dus dit zijn wat meer risicovollere bedrijven. Als je maar 3, 4, 5 aandelen in portefeuille hebt, zou ik dat absoluut niet aanraden van dit soort bedrijven te kopen. Ga dan uitsluitend voor die hoge RV, hoge RS aandelen. Maar als je een hele uitgebreide portefeuille hebt, kun je soms echt wel leuke bedrijven tegenkomen. Nu, nog één iets over Control 4. Mocht je het aandeel hebben, weet dat de kans er is op een hoger bod, maar stel dat het bod het overname niet zou doorgaan, ja, dan gaat de koers natuurlijk terug een serieuze tik naar beneden krijgen. Maar hoe het onderzoek van Wiselaw verder gaat aflopen, dat weet niemand. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik mijn positie kort hierna heb geliquideerd. En dat gebeurde dus nog voor het persbericht van Wiselaw bekend raakte. Goed, dan gaan we naar het volgende agendapunt. Willy zegt, gebruiken wij best het sell-signaal of gebruiken wij een trailing stop? Dat hangt er vanaf, hè, Willy. Ik doe ieder maand, zoals u weet, een workshop waarin we een strategie opbouwen en backtesten. En dan test ik 50 verschillende stoplossen. En dan gaan we naar welke stoploss werkt het beste. En regelmatig is dat een trailing stoploss of een trading stoploss. De Vectovest stoploss, ja, die doet het vaak ook goed. Niet altijd het beste. Voor mij is dat gewoon om mee te geven, die backtest werkt het beste met deze stoploss. Nu, Willy, ik weet dat uw spitsbroeder, onze vriend René, dat hij zweert bij een trailing stoploss. Ik merk vaak dat mijn trailing stoplossen het ook heel goed doen in de backtesten. Ja, dat is de vraag. Hè. Enfin, de vraag, daar kunnen uren over discussiëren. Pro-stoploss, contra-stoploss. Ik ben altijd pro-stoploss geweest. Maar welke stoploss? De Vectovest stoploss heeft het voordeel dat hij bij kwaliteitsaandelen mee ja, wat flexibeler is. Natuurlijk, als we naar een berenmarkt gaan, stel dat de beurzen 40% crashen, dan heeft de Vectovest het op nadeel dat aandelen, goede aandelen, misschien iets te laat op sell gaan springen. Stel dat we een correctie gaan van 10% en dan dat terug hard beginnen stijgen, dan heeft de Vectovest stoploss het voordeel dat die kwaliteitsbedrijven net niet door de stoploss gaan. Dus het is eigenlijk een beetje aan u om te bepalen, gebruik ik een trailing stoploss, gebruik ik een Vectovest stoploss? Ik zou zeggen, gebruik sowieso een stoploss, maar welke u gebruikt, Willy, ja, dat kan ik niet zeggen eigenlijk in uw plaats. Hè. Dus ik gebruik bijna altijd de Vectovest stoploss. Goed, volgende agendapunt. Spin-off. Ik wil het met u heel kort hebben over Atos. Atos, wereldwijd een van de grootste concerns op het gebied van het verlenen van computerdiensten. De omzet per activiteit is onderverdeeld als volgt. 50%. Informatiebeheer en advisering maakt meer dan 50% van de omzet uit. Integratie van systemen, goed voor 30% van de omzet. En tot slot, dienstverlening bij transacties. Behandeling van elektronische betalingstransacties, beheer van betalen op afstand, ontwikkeling van betalingsoplossingen, etc. Ruim 15% van de omzet zit in Frankrijk. UK en Ierland is goed voor 18% van de omzet. Hou de Brexit in het achterhoofd, terwijl Duitsland 14% van de omzet vertegenwoordigt. Verder is Noord-Amerika goed voor 12% van de omzet, de Benelux is goed voor 10% en de rest dat is 30%, die zit wereldwijd verspreid. Atos werd opgericht in 1982, de hoofdzetel bevindt zich in Bezons, Frankrijk. De CEO heet Thierry Breton. En Atos was goed voor een omzet van 12,2 miljard euro, de omzet vorig jaar. Het bedrijf Atos telt wereldwijd meer dan 113.000 werknemers. Atos is een, wat mij betreft, vrij interessant aandeel. Geen topaandeel met de hoogste RV's en de hoogste RS'en van meer dan 1,40. Nee, die vind je ook vaak niet in Europa. Daarom beleg ik persoonlijk liever in Amerikaanse aandelen. Maar als je in Europa wat gaat neuzen, dan kom je op een dag Atos zeker wel eens tegen. Maar Atos was sinds het najaar van 2017 niet meer zo interessant.
Na een jarenlange stijging van het aandeel zette Atos een piek neer van 135 euro. Dat was in september 2017. Een zware daling volgde. Maar het was niet alleen de daling. Waarom was het ook niet interessant? Er zat ook dit jaar voor Belgische beleggers toch een addertje onder het gras. Op 3 mei ging Atos een belang van zowat 23,4% World Online aandelen uitkeren aan de aandeelhouders. Niet World Online, Worldline aandelen. Worldline aandelen, excuseer. Per 5 Atos aandelen kreeg de aandeelhouder 2 aandelen Worldline. Zowat de helft van de waarde van deze spin-off kon aanzien worden als dividend. En dit zou de aandeelhouders moesten ophoesten voor de overheid. De pas goedgekeurde wet, Belgische wet, in het achterhoofd ten spijt, was er dus veel onzekerheid. En zo raadde men af om aandelen Atos te kopen voor 3 mei, voor de spin-off dus. Op 3 mei was het zover, 22,30 euro ging van de koers af, de waarde van de Worldline aandelen plus een dividend van 1,70 euro. Zo ging er in totaal 24 euro af van de koers. Dan gaan we eens kijken naar de grafiek. Dus we gaan naar de viewers, stockviewer, en dan gaan we naar Atos. Gaan we eens kijken. Price earning ga ik afzetten. Ik ga mijn dateline gebruiken. En ik ga hier ongeveer op 2 mei staan. Voilà. 2 mei staat het aandeel op buy aan 93 euro. 3 mei buy aan 71 euro. Nu, wat is er gebeurd? Een aandeel crasht 20%. Dan zou het aandeel eigenlijk logischerwijze op sell komen. Dat is ook zo, maar dit is geen crash. Dit was een spin-off. De spin-off en het uitgekeerde dividend. Kijken we hier op dividends, als we hier op klikken, dan zal u zien de X van dividend execution. Het aandeel is ex-dividend gegaan. Nu weet, die 20% daling is niet 20% dividend wat werd uitgekeerd, want de dividend bedroeg slechts 1,70 euro. Nu, waar ik voor ijver bij USA is, dat men hier ook een symbool gaat bij toevoegen, dat je kan zien dat er een spin-off is plaatsgevonden. Dan zouden we kunnen zien in één oogopslag A, die daling is het niet geen crash van het aandeel op resultaten bijvoorbeeld, maar een spin-off. Kijken we eens naar de waarde volgens Vectorvest. De huidige koers is 71 euro, de value 84 euro. De relative value 1,15 en zet ik de grafiek op 5 jaar. Dan ziet u dat in het voorjaar van 2015 die relative value echt is uitgebroken. Oké. Okay. Ook hier zien we is de relative value uitgebroken van niveaus van 0,75 naar 1,30 aan koersen van 69 euro. Wel een beetje volatiliteit gekend hier in het begin, maar dan zijn we toch van 69 euro naar 135 gegaan. Dat was de piek. Hebben we hier lagere highs neergezet en lagere lows en een ganse trend ommekeer. De relative safety die stond hier vrij hoog, zelfs 1,45. Maar dan ziet u wat twee missers bij het rapporteren van kwartaalresultaten doen met een relative safety. Die relative safety heeft in 2 keer een serieuze tik gekend. Recentelijk is de relative safety wel van een niveau van 1,05 naar 1,25 terug gestegen. De verwachte winstgroei die is vandaag nog 10%, maar enkele jaren geleden was die 21%. Daardoor ook iets minder interessant. En de price earning, die is ondertussen teruggevallen tot een niveau van net geen 8. Bij deze wil ik Chris ook nog eens bedanken. Chris had mij gemaild met betrekking tot Atos.
dat het aandeel dus een spin-off had ondergaan. Nu, ik moet zeggen, Chris, ik heb het aandeel vroeger ook in portefeuille gehad. Dus ik volg het ook wel een beetje. Het zat ook in een schaduwportefeuille. En ik wist ook dat gevaar hier van die spin-off voor Belgische aandeelhouders, dat het gevaarlijk is voor de Nederlandse vrienden die kijken. Een spin-off wordt werd door de Belgische overheid wel eens beschouwd als een dividend. En op een dividend moeten wij helaas 30% roerende voorheffing betalen. Dus terwijl dit een oefening is van, dit is 7, en nadien 5 aandelen Atos en 2 Worldline, 5 plus 2 is ook 7, ging de Belgische overheid toch wel op dat gedeelte, de spin-off van Worldline, gingen ze langskomen bij ons als belegger voor 30% roerende voorheffing te innen. Dat willen we natuurlijk niet. En daardoor denk ik dat wel alle Belgische beleggers uit Atos zijn gegaan eerder dit jaar voor die spin-off hier van 3 mei. Goed, een volgende agendapunt is Globant. In het vorige journaal, dat dus plaatsvond op 28 april, stelde ik u het aandeel Globant voor. Ik kreeg achteraf op de workshops begin mei vragen over Globant. Heel kort nog eens, een herhaling van de mensen die vorige keer niet gekeken hebben. En ik herhaal het met plezier, want het is wat mij betreft toch een heel interessant bedrijf. Globant is een IT-bedrijf, maar niet zomaar het eerste, het beste. Het is niet zo gemakkelijk om uit te leggen wat Globant allemaal doet. Ze helpen bedrijven bij het up-to-date blijven van de nieuwste technologieën. We hebben het dus niet over de creatie van een website of een app. Stay relevant is één van de pijlers. Globant biedt de meest geavanceerde werkwijze en technologieën aan. In studio's komen techniek en design bij elkaar om hun digitale reizen te creëren. Men begeleidt bedrijven in hun tocht naar digitale optimalisering. Globant, ze zijn echt overal in thuis. De Internet of Things, Artificial Intelligence, het automatisering van processen, consulting, cloud, cybersecurity, digital content, quality engineering, etc. De CEO heet Martin Migoya. Globant draaide afgelopen jaar een omzet van $522 miljoen. Het bedrijf telt 8.300 werknemers en is actief in 14 landen. Een aantal klanten van Globant zijn Coca-Cola, Google, EA Sports, Cisco, Petrobras, Fox Network, etc. U ziet hier iets in het rood staan. Het bedrijf is dus ontstaan in 2003. Het hoofdkwartier is gelegen in Luxemburg. Tijdens mijn vorige webcast zei ik verkeerdelijk Buenos Aires, Argentinië. Maar u begrijpt dat er qua financiële voordelen van een bedrijf een wereld van verschil zit tussen het enerzijds onstabiele Argentinië en anderzijds het fiscaal vriendelijke Luxemburg. Ruim 10 dagen na het vorige Vectorvisionaal rapporteerde Globant kwartaalresultaten. Dat was dus op 8 mei. De verwachtingen die waren hoog gespannen, want de koers was dit jaar alleen al gestegen van $52 naar $81. Dan weet je dat de kleinste ontgoocheling een gigantische koersafstraffing zou teweegbrengen. De non-GAAP EPS was 50 cent per aandeel, hetgeen 3 cent beter was dan verwacht. En de omzet die steeg year to year met 22%. Beleggers die waren heel tevreden, hè, met wat ze hoorden. Ze stuurden het aandeel Sanderdaags met 6,8% hoger. De slotkoers was €85. En zelfs met alle marktturbulentie van de afgelopen weken is de koers op kouse voeten nog hoger gegaan. Vandaag zitten we aan een koers van $89. Zelfs na die koersstijging van 10 mei ziet u dat eigenlijk alles nog snor zit bij Globant. Een relative value van 1,32 is zeer goed. Een relative safety van 1,32 is ook heel goed. Mooi. Price earning, die is pittig. 39. Maar, zoals altijd, dat heb je met goede groeibedrijven. Want we hebben hier een verwachte winstgroei van
25%. Kijken we even naar de grafiek. Bij Home ga ik hem snel kunnen terugvinden. Globant. Hier staat hem, de grafiek. Dan zien we op 1 jaar is de koers gestegen van 50 naar $89. Op 2 jaar is de koers gestegen van 37 naar $89. Op 3 jaar is de koers gestegen van ook $37 naar $89. En tot slot, op 4 jaar hebben we een stijging van 25 naar $89. Het aandeel werd dus besproken in het journaal van 26 april. Sindsdien is het met 7,7% gestegen, terwijl in dezelfde periode de Nasdaq met 6,7% is gedaald. En nog een volgende agendapunt is de mogelijke fusie van een hoog relative safety bedrijf. Global Payments, een specialist uit de financial technology sector, kwam vrijdag 24 mei nog in het nieuws. Global Payments, de ticker is GPN, is een relatief jong bedrijf. Het is ontstaan in 2000, hoofdzetel ligt in Atlanta, Georgia. Er werken 11.000 werknemers. GPN is actief in 31 landen. Het is dus een fintech bedrijf en bij VectorVest delen we deze in Financial Data Services. GPN liet 11% omzetgroei optekenen afgelopen jaar, de verwachte winstgroei 17% en GPN liet afgelopen jaar een omzet van $3,5 biljoen optekenen. Wat raakte er vrijdag bekend? Wel, op Reuters verscheen er een nieuwsbericht dat Global Payments op het punt staat om sectorgenoot Total System Services, de ticker is TSS, over te nemen. Wel, eigenlijk is het een fusie in een deal die $20 miljard zou bedragen. De overname zou in aandelen gebeuren. De transactie die zou nu dinsdag, morgen is het Memorial Day, zou nu dinsdag aangekondigd worden. Het zou de laatste overname zijn in een reeks van overnames die al een ganse tijd aan de gang zijn in deze sector. Zeker in USA zien we dat cash minder en minder gebruikt wordt. Zelfs debetkaarten zijn er helemaal niet meer populair. In USA gebruikt men veel meer kredietkaarten als bij ons, maar betalingen met de gsm bijvoorbeeld zijn er ook heel populair. Denk maar aan het succes van Square. Wat mij betreft vind ik persoonlijk dat dit al jaren een fantastische sector is om in te beleggen. Hoe vaak zijn aandelen als Mastercard en Fiserv hier niet de revue gepasseerd? Maar denk ook aan Visa, Euronet, Global Payments en vooral ook PayPal. Stel je koopt iets bij een Fransman online, het enigste wat je nodig hebt is zijn mailadres. Maar goed, terug naar deze overname. Hoe reageerde de koers op vrijdag? Wel, dat gaan we eens kijken in VectorVest. De stockviewer. En ik geef de ticker in van beide aandelen. Ik ga eerst datum terug aanpassen naar 24 mei. TSS en GPN. GPN. TSS. Dan ziet u dat Total System Services met 13,8% winst afsloot, terwijl Global Payments met 3,7% winst liet optekenen. Kijken we naar de waarde volgens VectorVest. Total Systems is door die stijging van vrijdag nu fair gewaardeerd. Maar de relative value, het lange termijn koerspotentieel, is nog steeds heel goed met 1,23. De relative safety, uitstekend, 1,23. Kijken we naar de Global Payments, dan zien we, het aandeel is lichtjes overgewaardeerd, maar ook hier zien we een mooie relative value van 1,22 en nog een nog betere relative safety van 1,32. U ziet dat beide bedrijven, kijk naar de kolom GRT, de verwachte winstgroei, beide bedrijven zijn groeibedrijven, met een verwachte winstgroei van respectievelijk 18 en 17%. Kijken we naar de grafieken, ik klik op Graph All, en ik zet de grafiek op 4 jaar. Ongeveer.
Ik zet nu de value erop. Al 4 jaar is Total Systems ondergewaardeerd. Op die 4 jaar is het gestegen van 41 naar $113. Al 4 jaar heeft Total Systems een hoge relative value. Die heeft jaren rond de 1,45 à 1,50 genoteerd. En de relative safety? Wel, die is ook al 4 jaar uitstekend. Dus ik hoop iemand tegen te komen die mij zegt, ik heb dit aandeel in portefeuille. Persoonlijk heb ik dit aandeel dus niet in portefeuille. Global Payments wel, heb ik ook al vaak voorgesteld. Zat trouwens sowieso als voorbeeld in voor mijn workshops van juni. En ik kan nu mijn slides eigenlijk aanpassen omwille van hetgeen dat nu vrijdag is gebeurd. Nu, mooi, sterk stijgend aandeel. Alleen ziet u hier, dit is de wintercollectie van 15 met als bodem 11 februari 16. Wel, tijdens correcties gaat hem wel hard onderuit. Dat zagen we dus hier in de winter. Dat zagen we ook heel kort hier in februari 18. Maar vooral in het najaar heeft hem toch wel serieuze tik ook gekregen. Maar zeggen we altijd, goede aandelen herstellen altijd keer op keer vrij snel na een zware daling. Kijken we, oei, terug op 4 jaar zitten. Kijken we eens naar 200-daagse SMA. Dan ziet u dat dit aandeel nu hier, wacht, hè, boven het 200-daags SMA zit. Ook hier is het jaren boven dat 200-daags SMA gezeten. Kijken we naar Global Payments. Hier ziet u dat het aandeel bijna altijd op deze korte periodes na bijna altijd boven het 200-daags SMA heeft gezeten. Onderwaardeerd, ja of nee? U raadt het al, hè? Al 4 jaar ondergewaardeerd. Al 4 jaar een relative value tussen de 1,22 hier, 1,46 hier. Al 4 jaar op een hoog niveau. En de relative safety, die zit ook al 4 jaar op 2 korte dipjes na. Zit die eigenlijk ook op een heel hoog niveau. Nogmaals, Global Payments is hier al meerdere keren gepasseerd, zowel in de journaals als in de workshops. Ik heb het aandeel in november nog voorgesteld bij een gastpresentatie op het VFB-trefpunt in Assen. Dus ik hoop eigenlijk dat wel meerdere abonnees, u mag altijd een yell geven via de chat, dat wel meerdere abonnees dit aandeel in portefeuille hebben. Bijvoorbeeld in het najaar is hem dus wel degelijk op sell gesprongen. Dat weet ik ook wel. Maar bij een confirmed call-up, bijvoorbeeld hier, 18 januari, kon u het oppikken bij de confirmed call-up aan $114. Dan heeft u toch sindsdien al een geweldige rit meegemaakt. Goed. Ik zie dat ik al hopeloos over tijd ben. Ik ga eens even kijken in de chat. Leven Luxemburg, roept Jean hier. Jean zegt, heeft ook Globant in portefeuille. Is daar heel blij mee, dankzij Vectorvest, zegt Jean. Christian zegt, graag gedaan. Ik wist niet op voorhand van de spin-off. Oké. Jean zegt, dankjewel NVA. Goed, daar gaan we het nu niet over hebben, want ik ben al over tijd. Katrien vraagt waarom Square zo hard gezakt is. Bij Square, ik heb hem zelf in een van mijn beleggingsclubs. En daar hebben we in april eigenlijk al afscheid genomen van Square. Omdat die trend, enfin, we hebben dan de stoploss veel strakker gezet. Omdat die trend eigenlijk al niet goed zat. Dus de bodem was hier 24 december. Maar dan zagen we hier een piek 28 februari. Daar waren de indexen toen in april nog hoger, wat was het, piek 23 april? Ik wil er vanaf zijn. Was Square al hier lagere highs neergezet? Hebben we de stoploss tracker gezet? Is hem er bij ons uitgegaan? En hier is hem op sell gegaan. Ja, ik heb nu niet echt voorbereid, Katrien.
wat het juiste nieuws is. Ik weet dat ze resultaten hebben gehad. Die waren niet zo goed onthaald, maar ik zou eigenlijk eens moeten kijken. Ik durf het nu niet zeggen. Ik zeg liever niks als ik het even niet goed kan bekijken. Dus dat weet ik niet. Maar we zagen al hier dat de markten nog 6, 7 weken hoger de highs neerzetten en dat dat dus bij Square niet het geval was. Dat de klad er een beetje in zat. Goed, dan. Maar dat kan ik helaas niet meer echt bespreken. Upcoming earnings. Wie rapporteert er komende week? Wel een aantal interessante bedrijven. De meeste Amerikaanse bedrijven die hebben hun kwartaalresultaten al gerapporteerd. Maar de komende week rapporteren er dus nog een aantal bedrijven die op een of andere manier interessant zijn. Interessant omdat het kwaliteitsbedrijven zijn. Want aandelen met de hoogste relative safety uit ganse database, die rapporteren deze week. Namelijk Ulta Beauty en Lululemon. Maar ook Dollar General, dat een bedrijf met de vijfste hoogste relative safety uit de database, zij rapporteren komende week. Maar ik heb hier nog wat aandelen opgesomd. Ik kreeg een mail van Eddie. Eddie is een trouwe bezoeker van de workshops. Hij schreef me dat het toch wel wat begint te kriebelen om eventueel Chinese aandelen te bekijken. Wel, we weten allemaal dat deze heel volatiel zijn en nu kunnen ze optisch interessant lijken, omdat sommige op 1 maand met 30 of meer procenten zijn gedaald. Ik zou wel zeggen, blijf toch voorzichtig. Bijvoorbeeld hier, deze Weibo. Die ga ik nog heel vlug laten zien. Stond op 22 april, dat is hier, aan $72. Exact 1 maand later, op 22 mei, noteerde Weibo $51. Dat was hier. 4 weken later, 30% eraf op 1 maand. Je zou kunnen denken, dat is wel interessant. Vlak voor earnings, 30% gedaald. Gewoon door de spanningen USA met China. Ik waag een gokje. Wel, guess what? Min 11% op kwartaalresultaten. En vrijdag ging er ook nog eens 4% af. Dus opletten, iets wat goedkoop is, kan nog veel goedkoper worden. Waarom zeg ik dat die interessant kunnen zijn? Kijk hier naar de value. Gigantisch ondergewaardeerd. Relative value superhoog, maar wel een zwakke safety. Beetje het verhaal van Control 4. En we weten allemaal, Control 4 heeft een grafiek die heel volatiel is. En zo zien we dat dus ook wel bij de Chinezen. Chinezen worden op een dag heel interessant. De vraag is natuurlijk wanneer. Waarom zeg ik dit allemaal? Dinsdag rapporteren Momo Chinees. YY, als ik het zo mag uitspreken, Chinees. Woensdag Baozun Chinees. Dus. Er komen een aantal Chinezen, maar hou Weibo in het achterhoofd dat iets goedkoop dus nog goedkoper kan worden. Nog even dit. Mocht u een partner in huis hebben die vindt dat u te weinig aandacht heeft voor hem of voor haar, omdat u te veel bezig bent met de beurs, weet dan dat morgen de Amerikaanse beurzen gesloten zijn. Dus het is misschien het moment om eens iets anders te doen dan naar uw computerscherm te kijken. U zou natuurlijk ook naar de Vectorvest Workshop in Brugge kunnen komen. Natuurlijk. Want, inderdaad, de workshops van juni die staan alweer voor de deur. Wat gaan we in deel 2 doen? Een strategie uitwerken die sinds 1996 geweldige resultaten heeft behaald. Hier ziet u de grafiek van de backtest. En hier ziet u de rendementen. Wat ontdekt u allemaal tijdens de komende workshops? 1. De parameter van de strategie. 2. Met welk marktsignaal en met welke stoploss we de beste resultaten behalen. 3. Alle resultaten met andere stoplosses. 4. Hoe heeft deze strategie de laatste 10, de laatste 5, de laatste 2 en het laatste jaar gepresteerd? 5. Hoe heeft deze strategie gepresteerd tijdens de laatste berenmarkt? En 6. Welke aandelen komen vandaag tevoorschijn als we deze strategie laten lopen? Weet dat enkel de aanwezigen achteraf de slides krijgen doorgemaild. Waar en wanneer ga ik deze strategie presenteren? Wel, dat ziet u hier. Morgen, voor de mensen die live kijken, voor alle duidelijkheid, hè. Morgen maandag 27 mei vindt de workshop plaats in Brugge. Nog even dit.
De replay van deze webcast, van dit journaal, wordt normaal gezien altijd op maandag uitgestuurd. Helaas werken ze in USA bij VectorVest morgen niet. Dus de replay wordt pas dinsdagavond uitgestuurd. Goed, dit is het programma met de komende workshops. Dus maandag in Brugge, zaterdag in Eemnes. Dan volgende week staan Lummen, Geel, Mechelen en Eindhoven op het programma. En we sluiten af op woensdag 12 juni in Gent. Het zijn de laatste workshops voor de zomerbreak. Maak er dus gebruik van. De registratie is verplicht via vectorvest.be/events. Zoals u vermoedelijk heeft al gemerkt, hè, u weet dus ondertussen het al, hè, vindt het VectorVest-journaal telkens plaats om de 4 weken. Noteer alvast dat het komende journaal zal plaatsvinden op zondag 23 juni. Maar dan zal u mij slechts 3 weken moeten missen, als ik het zo mag uitdrukken. Want het daaropvolgende journaal zal al plaatsvinden 3 weken later, dus op zondag 14 juli. Vanaf dan is het terug om de 4 weken en dan wordt het dus 11 augustus en 8 september. U merkt het ook, tijdens de zomermaanden zijn wij van de partij. Stem zeker volgende zondag hier ook af, want dan is Danny er weer. Danny verzorgt de technische ondersteuning voor VectorVest. En sinds dit jaar verzorgt Danny dus ook 1 webcast om de 4 weken. Voilà, we zijn erdoor voor vandaag. Ik hoop dat u het boeiend en leerrijk vond. Ik zou zeggen, geef zeker feedback. Al uw reacties zijn ten allen tijde welkom op het volgende mailadres: belgium@vectorvest.com. Ik wens u een fijne verderzetting van de zondagavond en graag tot een volgende keer.